De gemeente Oosterhout ligt te midden van bossen, heidevelden, zandverstuivingen en polders. Tot de gemeente behoort de stad Oosterhout en de dorpen Dennenhout, Dorst en Oostijk. De naam Oosterhout komt voor het eerst op schrift voor in 1213. Toch woonden er al veel eerder mensen in dit gebied. De oudste sporen gaan terug tot 700 voor Christus. Midden in al dit groen liggen de drie fraaie kerkdorpen. Dennenhout met zijn karakteristieke brink ligt in het noordoosten. Oosteind met zijn polders en typische lintbebouwing in het westen. En Dorst met zijn houtvesterij in het zuiden. De stad Oosterhout zelf is zeer dynamisch. Het nieuwe winkelcentrum Arendshof is in 1997 geopend. Het naastgelegen uit de jaren 70 daterende oude Arendshof is grondig gerenoveerd, zodat het nu één geheel vormt met het nieuwe winkelcentrum. Oosterhout heeft van oudsher al een traditie op het gebied van de culinaire gastvrijheid. Op de hoek van de Leijsenhoek en de Mathildastraat staat een beeld van de Oosterhoutse herbergierster Mooie Keetje. Het historisch centrum van de stad en met name de omgeving van de Markt en de Klapeistraat biedt een keur van goedkope en minder goedkope restaurants en cafés in allerlei categorieën. Dat Oosterhout het in het verleden gemaakt heeft, wordt bewezen door de vele monumenten die de stad rijk is. Het slotje Huizen Limburg is van 1940 tot 1980 raadhuis geweest en is zeer nauw verbonden met de geschiedenis van Oosterhout. Het meest in het oog springt natuurlijk de basiliek van Sint-Jan de Doper op de Markt. Deze monumentale kerk is in de afgelopen jaren grondig gerestaureerd en is de trots van de gemeente. Aandacht verdienen verder het fraaie oude Heuvelplein met zijn statige en voorname patriciershuizen rondom. Geen monument, maar zeker het bezoeken waard, is het Binnenhofje, dat enige tijd geleden is gerealiseerd achter de Heilig Hartfassade. De heer van Strijen stichtte aan de toenmalige grens tussen Holland en Brabant omstreeks 1288 een kasteel, waarvan de ruïne, de Slotbosse Toren, thans nog rest. De kamer dateert in eerste opzet uit omstreeks 1400 en maakt sinds 1647 deel uit van de Norbertinesse priorij Sint-Catharinedal. Het klooster Sint-Catharinedal van de zusters Norbertinesse vormt samen met de nabijgelegen Paulusabdij van de Paters Benedictijn en de Onze Lieve Vrouwenabdij van de zusters Benedictinessen net ten oosten van het centrum, een gebied dat in de volksmond bekend staat als de Heilige Driehoek.